Ja, Freya Saijs van OpenVLD is komen aanschuiven. Dag mevrouw Saijs. U heeft expliciet opgeroepen om te stoppen met polariseren. Zat de toon niet goed? Vooral in het begin van het debat misschien? Ja, inderdaad. In het begin van het debat was het toch heel duidelijk een polariserende toon. Ik denk dat daar geen enkel kansarm gezin mee gebaat is om op die manier te gaan discussiëren. Het moet echt gaan over de inhoud. Zeker de toon die werd gezet omtrent de vluchtelingen is mijn inziens niet... Is het een collectieve verantwoordelijkheid? Werd op een gegeven moment ook gezegd tijdens het debat van iedereen die hier aanwezig is... Hij heeft ooit wel eens deel uitgemaakt van het beleid, dus dit is onze verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ja, absoluut. Dat heb ik ook gezegd. Dat bijna alle regeringspartijen uiteindelijk regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen. Ja. En daarom dat ik ook opriep toch tot enige bescheidenheid. Ja. De hele middag heeft de huidige regering, proberen aantonen welke maatregelen ze heeft genomen, welke maatregelen er nog aankomen. Maar u zei wel in het begin van de tussenkomst, mevrouw Homans... U heeft de tijd niet kunnen doen keren. Inderdaad. Schiet ze dan tekort? Wel, op dit moment denk ik inderdaad dat de maatregelen die nu genomen geweest zijn, dat die blijkbaar toch onvoldoende zijn. Want als we kijken naar de index, men zegt natuurlijk wel dat men daar niet onmiddellijk conclusies moet uittrekken naar beleidsmaatregelen, maar het geeft natuurlijk wel een signaal. Ja, en het tij is niet gekeerd, zei u. Nu, Groen zei exact hetzelfde. Het tij is niet gekeerd. Zit u op één lijn met Groen dan? Wel, op zich niet. Omdat Groen beweert dat eigenlijk tot hiertoe er haast geen maatregelen genomen zijn of heel slechte maatregelen. Ik heb ze vooral horen zeggen, wat er gebeurd is, is blijkbaar niet voldoende. Nee, wel... Dat zegt u ook, hè? Ja, maar er zijn natuurlijk ook, zoals de ministers hebben aangehaald, er zijn maatregelen die eigenlijk nog maar juist recent genomen zijn en die natuurlijk nog... effect moeten tonen binnen een jaar of iets langer. Dus op zich gaat dat misschien toch ook wel iets doen, maar ik denk dat we toch wel nog een tand moeten bijsteken als we echt effectief die cijfers willen concreet, wat zou er nog extra kunnen gebeuren dan volgens u? Wel, ik denk dat we meer aanklampender moeten gaan werken. Op dit moment werkt eigenlijk ieder beleidsdomein zowat op zichzelf. En mevrouw Homans is coördinerend minister. En mijn inziens moet zij toch meer die ministers gaan samenroepen en echt gaan kijken samen dan... Ja, schiet ze daar tekort dan? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En samenwerken met lokale besturen, want die hebben natuurlijk ook hun verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Gebeurt dat voldoende? Wel, ik denk dat mensen op het terrein zeker en vast zeer goed werk doen, maar er wordt vaak naast elkaar gewerkt. En hetzelfde als eigenlijk op het Vlaamse niveau, denk ik dat diensten veel meer moeten kunnen samenwerken en dat er ook toch nog een betere connectie moet zijn tussen Vlaanderen, tussen federaal niveau en tussen gemeenten en steden. Binnenlands bestuur zit ook bij Homans. Ja, inderdaad. Ook daar schiet het tekort? Wel, ik denk dat zij toch ook diegene is die daar wel een belangrijke bijdrage in kan leveren. Ja, want u stelt vast dat er blijkbaar toch te weinig wordt samengewerkt. Ja, inderdaad. Ik denk dat daar toch echt wel nog een sterke verbetering kan gebeuren. Laten we het eens hebben over een andere minister, Hilde Krivits, bevoegd voor onderwijs. U zei, wij liberalen, wij vinden onderwijs een belangrijke hefboom om uit die kansarmoede te geraken. Is zij dan goed bezig? Wel, ik denk dat ze wel duidelijk heeft aangegeven welke beleidsmaatregelen zij al getroffen heeft. En sowieso ook de maatregel binnen die kinderbijslagstelsel. Daar waren wij enorme voorstander van om die kleuterparticipatie, die participatie aan die kinderopvang, dat was voor ons echt heel belangrijk. Maar goed, armoede gaat natuurlijk ook over koopkracht. Hè. Wat kan ik... mij veroorloven met mijn beschikbaar inkomen en is dat voldoende om mij dan te veroorloven wat ik nodig heb om te leven? En als dat te weinig is, dan zit je in armoede. De energiefactuur, en dan kom ik natuurlijk bij een partijgenoot van u, minister voor Energie, Bart Omlijn. Ja, het is in deze legislatuur dat de energiefactuur is gestegen. Hè? Ja, in het begin van de legislatuur inderdaad was er de energieheffing, maar de minister heeft toch die energieheffing naar beneden gebracht. En er zijn heel veel sociale tarieven, eigenlijk dus mensen die helemaal niets betalen. De minister heeft ook een energiearmoedeplan op tafel gelegd en dus die maatregelen aan het uitwerken. En ook daar wachten op het effect? Wel, absoluut. Ik denk, maatregelen die nog maar juist zijn genomen, kunnen niet onmiddellijk natuurlijk...
een groot effect. Dikwijls moet men toch wel kijken op een bepaalde termijn om te kijken van ja, heeft dit zijn effect of niet? Oké, dan zullen we dit gesprek misschien binnen een jaar of zo nog eens opnieuw moeten voeren. Bedankt in elk geval voor dit gesprek, mevrouw Saïs en uw beste kijker. Bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag ook een aantal actuele vragen gesteld. En die kan u zaterdag bekijken vanaf 18 uur op deze zender.